Dankjewel, ik vond het superleuk. Ik ben vandaag op bezoek bij Jouk Vos op de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Deze vaarweg is maar liefst 118 kilometer lang, kent 32 beweegbare bruggen en 11 sluizen. En we gaan ook samen de boot op. Hey Jouk, en volgens mij hebben we iets te vieren, toch? Klopt, we hebben goed nieuws ontvangen van Rijkswaterstaat voor de bouwvak. Mm-hmm. We hebben twee contracten verlengd op 1-2025. Goed nieuws, en wat houdt dat precies in? Dat we onze civiele werktuigkundige en elektronische onderhoudscontracten verlengd zijn. En het klinkt als een veelzijdige klus, gefeliciteerd. Dank u. Hoe groot is het gebied waar we over praten? Het gebied is 118 kilometer. Mm-hmm. Dat gaat van Lemmer tot Delfzijl. Lemmer heeft eerst het Prinses Margrietkanaal, vervolgens het Versterkenborgkanaal en het Eemskanaal. Dat heeft te maken met de provincie Friesland, de provincie Groningen. Wat is jouw rol hier op dit project? Ik ben de uitvoerder, de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl, en dat betekent dat wij werkzaamheden voorbereiden, uitvoeren, coördineren. En daarnaast hebben we een stukje kwaliteitendienst waar wij 24/7 aan de lat staan. Die oude bruggen die zijn ook meer aan onderhoud toe, toch? Correct, alle in de jaren 50. En daarom is het wel van belang dat we zorgen dat wij ons vast onderhoud goed uit blijven voeren. Dus dat ze wel functioneel blijven, zodat de scheepsvaart in alle tijden door kan varen. Waar ben je verder nog trots op? Ja, alle dingen die we op het areaal doen. Gaan met veel passie en plezier naar mijn werk om in ieder geval de vaarweg optimaal beschikbaar te houden voor de opdrachtgever. Mooi. En daar werken wij als team keihard voor. Ja, dus trots op het team. Zeker weten. Top. Hey, dankjewel. Ik vond het superleuk. Dankjewel. Ik vond het superleuk om een keer mee te kijken op het water. Ja, ik ook. En mooie dingen die we maken als Heijmans samen. Absoluut. Ik ga nu mooi van het hoge noorden naar het Brabantse zuiden. Mocht je dit nou een leuke vlog vinden, geef dan een like of volg ons op YouTube.